Met het ingezamelde geld uit het project SU voor SU, Surinamers voor Surinamers, is er equipment gekocht voor de medische zorg in Suriname. Dit haalde Henna Draaibaar, directeur van de Backlot en woordvoerster, vandaag aan in het ADV-programma COVID-19 Update. Draaibaar zegt dat er aan SRD meer dan 2 miljoen SRD is ingezameld. Aan vreemde valuta is er meer dan 1 miljoen opgehaald. De ingekochte medische equipment is bedoeld voor het op peil brengen van de voorzieningen die nodig zijn voor de opvang en behandeling van COVID-19 besmette patiënten. We hebben equipment gekocht voor diagnostiek. Mm-hmm. We hebben beschermende kleding gekocht, PPA's, zoals het populair wordt genoemd. Yeah. Maar dat betekent gewoon mondkapjes, jassen, brillen, laarzen, handschoenen natuurlijk, soms ook gewoon schoenen. Ja, ja. We hebben testmateriaal gekocht. Mm-hmm. We hebben een apparaat aangeschaft waardoor we de mogelijkheid hebben om meer te kunnen testen dan we al hadden. En belangrijker is dat we de intensive care verdubbeld hebben. Er waren ongeveer 25 bedden in zijn totaliteit in Suriname. En met het geld van SU4SU zijn er nu ongeveer 50. Mm. Eventueel begrijp ik, als het nodig zou mogen zijn, zou het nog een beetje opgeschaald kunnen worden. Oh. Waar wij voor SU4SU en de Backlot mee bezig zijn, en ik moet ook zeggen dat is ook Loyals, een bedrijf op Curaçao die helpt deze campagne te ontwikkelen, is om jou, maar ook de kijkers, de mensen in Nederland, om iedereen te vertellen dat we er nog niet zijn. Ja. Elke patiënt die behandeld wordt, wordt behandeld door een verpleegkundige of een arts die helemaal, als hij besmettelijk is, beschermd moet worden. Mm-hmm. Het is niet dat je die jas aan kan houden en naar de volgende patiënt kan gaan. Dus je gaat zo door je PPA's heen. Verder zegt Draaibaar dat er wederom geld ingezameld zal worden. Volgens haar is er geen streefbedrag, omdat het doel is de medici in Suriname van alle essentiële zaken te kunnen voorzien. We kunnen ook gewoon zorgen dat ze het niet nodig hebben. Mm-hmm. Want dat is de andere kant van het verhaal. Mm-hmm. Want dat doet SU4SU ook. Ja. We vragen ook aan de mensen om alles te doen om te zorgen dat ze niet ziek worden. Mm-hmm. Maar we hebben het gezien. Ja. We hebben geen invloed meer op wat er hier in Suriname gebeurt. Ja. Dus we moeten zorgen dat we alles, alles en dan ook alles ready hebben. Ja. Wij kunnen ervoor zorgen met het project SU4SU dat we extra intensive care bedden kunnen regelen. Dat we apparatuur kunnen regelen. Dat we, noem het maar op, alles wat je aan materiaal nodig hebt om deze ziekte te kunnen aansturen, begeleiden en verzorgen, daar kunnen we voor zorgen. Maar waar we niet voor kunnen zorgen, zijn de verpleegsters, de artsen, de intensivisten. Als deze mensen ziek worden, dan stopt het. Absoluut. Dan kan je een luxe villa hebben ingericht met de beste van het beste. Maar als er niemand is die de machines weet te bedienen, als er niemand is die ons weet te verzorgen, dan houdt het op. Henna Draaibaar, directeur van de Backlot en woordvoerster van het SU4SU Fonds. Zij sprak vanmorgen in het ADV-programma COVID-19 Update.